Tegenwoordig hebben we bijna jaarlijks te maken met een hittegolf. Maar wat is een hittegolf nou precies? Voor een hittegolf zijn minstens 5 aaneengesloten dagen nodig waarop het zomers warm wordt. Dat zijn dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden. En van die 5 dagen moet het ook nog eens minstens 3 dagen tropisch warm zijn. Dat zijn dagen met een maximumtemperatuur van 30 graden of meer. Een hittegolf duurt dus minimaal 5 dagen, maar kan in theorie onbeperkt lang doorgaan, zolang er maar aan de eerder genoemde criteria wordt voldaan. Zodra er een dag komt met een maximumtemperatuur onder de 25 graden, is de hittegolf voorbij. We maken onderscheid tussen een landelijke en een regionale hittegolf. Het hoofdstation van het KNMI ligt in de Bilt. En als daar aan de criteria wordt voldaan, spreken we van een landelijke of een officiële hittegolf. Maar gebeurt dat elders in het land, bijvoorbeeld hier in het noorden of in het zuiden van het land, dan spreken we van een regionale hittegolf. De langste regionale hittegolf was een stuk recenter in 2018 en duurde maar liefst 29 dagen op de weerstations in Hupsel en in Twente.